Ja, dubbele cijfers. Gefeliciteerd voor jou dit seizoen al. Dat is vrij vroeg. Ja, inderdaad. Nou ja, het is mooi dat het zo mee zit. Maar uiteindelijk maakt niet uit wie ze maakt, maar ik ben heel blij met deze overwinning. Ja, dat vind ik altijd zo politiek correct. Dan, moet je natuurlijk ben je blij als je scoort, maar het is niet de hoofdreden natuurlijk. Nee, dacht je nog heel even bij die tweede aan Dani de Wit of niet? Of is dat een hele gekke opmerking van mij? Ja, nu je het zegt, had ik eigenlijk wel aan moeten denken. Nee. Ja, hij is toevallig in de voorbespreking nog voorbij gekomen, Dani. Maar ja, een beetje hetzelfde ook. Ja, ja, we zagen hem. Ik denk, ik ga meteen weer even opzoeken voor je. Want jij bent zo eentje die dingen onthoudt en die dingen in de gaten heeft. Je bent de captain. Ja, maar om nou te zeggen dat ik dan bij een corner in eerste instantie denk aan ook zo'n hakbal. Dat is wel heel overdreven. Maar ja, de zone, we wisten dat de tweede zone heel vrij was en de zone daarvoor. En het verbaasde mij nog dat er niemand meestapte in eerste instantie. Ja. Ja, en dan moet je hem zo neerleggen dat hij, als hij niet wordt aangeraakt, binnenvalt. Nou, gelukkig lukte dat goed. Ja, want wat dacht je? Weet je, je zegt in eerste instantie, ik dacht, ik ga eroverheen. Ja, het is hetzelfde met zo'n vrije trap vanaf de zijkant. Je moet hem verlengen, maar zodat hij niet, als hij niet wordt aangeraakt, dat hij erin valt. Ja. Nou, en natuurlijk, er komt dan ook een hoop geluk bij kijken, maar hij valt mooi binnen. Ja, maar je had dacht je stiekem verlengen? Of dacht je, als ik deze nou precies schamp, dan gaat hij erin? Ja, beide. Ja. Van, als niemand hem raakt, dat hij erin vliegt. Maar in ieder geval dat hij wel dat hij gevaarlijk wordt. Ja, maar dus we noemen het dan wel een bewustie, toch? Ja, natuurlijk. Of een lucky. 100%. Natuurlijk. Maar bij mooie goals heb je ook een beetje geluk nodig. Ja, je bent man of the match door de Opta guys en door de fans thuis ook. Er is alleen één ding. Volgens mij vind je het helemaal niet leuk als je een goal viert dat ze aan je haar zitten. Nee, het was nu. Ik heb heel vast zo'n pols bij die val. Oh. Dus ik was tegen iedereen voorzichtig. Want iedereen wil mij vijf te geven. Ja, ze bleven op je kop rammen ook. Ik denk, ja, de haar misschien. Nee, maar het deed heel veel pijn, maar... Ik moest er dan lachen. Ja? Ja. Ja, nou ja, we hebben in de studio ook Arnold Brugge. Die is ook altijd heel voorzichtig met zijn haar. Heb jij dat ook niet? Nee, komt goed. Maar was voorzichtig met mijn pols. Ja, je hebt groot gelijk ook. Hey, je zei, we geven nu op. En dat is gelukt. 6 keer op een rij nu gewonnen van Ajax, PSV en Feyenoord. Ja. 3 punten nu op van PSV. Het leven kan weer anders. Ja, nee, dat is voetballerij. Je draait de ene week, kan het heel anders voor dan de ander. Maar natuurlijk, iedereen heeft het over of we nog aanhaken of dat we zijn afgehaakt. We hebben in ieder geval een hoop punten laten liggen die we niet wilden laten liggen. En we moeten nu gewoon wedstrijd voor wedstrijd knokken om er weer dichtbij te komen. Dat is in eerste instantie de bedoeling. En dat is dus gelukt vandaag. Dankjewel. Ja, gefeliciteerd. Yes.